Mensen met een passie halen soms de gekste dingen in hun hoofd. Zo ook Arjan Dwarshuis. In 1 jaar tijd wil hij meer dan 7000 vogelsoorten spotten. Een wereldrecord. Klein uiltje. Echt vet. Hij zal meer dan 40 landen moeten bezoeken en voet zetten op 's werelds hoogste bergketens. Struinen over onbewoonde eilanden, hete woestijnen doorkruisen en ondoordringbare regenwouden betreden. En dit allemaal op zoek naar vogels. Dag in, dag uit, een jaar lang. Hij weet iedereen enthousiast te maken. Maar hij wil gewoon dat wij hem ook zien en dezelfde ervaring hebben als hij. En zet zijn recordpoging in om aandacht te vragen voor de bescherming van ernstig bedreigde vogelsoorten. Maar waarom vindt hij het record eigenlijk zo belangrijk? En waar komt zijn passie vandaan? Misschien een mannending, iets te verzamelen, in mijn geval soorten. Vliegende ratten zijn dat, snap je? Dus gewoon niet eens een soort. Mijn leven is gewoon nu vogels kijken. Niets lijkt hem in de weg te staan om in 2016 het wereldrecord vogelspotten te verbreken. Yes. Dit ben je als vader uiterst kritisch. Maar dan maak je hem tijdens die reizen mee. En dan merk je op een gegeven moment dat hij gewoon een absolute gave heeft. Hij wordt gesteund door familie, vrienden. En natuurlijk zijn vriendin, Camilla. Dat is natuurlijk wel een lot uit de loterij. Dat ik gewoon en zo'n lieve vriendin heb. Die mij onvoorwaardelijk steunt. Maar Arjan's streven wordt keer op keer op de proef gesteld. God. En ook zijn wilskracht lijkt grenzen te hebben. Ik ben één moment optimistisch, pessimistisch, realistisch, onrealistisch. Zal hij slagen in zijn missie? Of zal het gemis van het thuisfront en de vele tegenslagen hem uiteindelijk toch te veel worden? Oh, een landslide. Yes. Watch out. Deze documentaire vertelt het verhaal van een man die de missie van zijn leven onderneemt. Een jaar lang avontuur.